maken voor de voetballiefhebbers en niet zomaar een verjaardagskaart met geld. Zoals je kan zien heb ik hier alles al uitgesneden met mijn scan en cut. En zie je hier ook een geperforeerde ronding in de beide lagen. Dat is zodat ze de achterkant kunnen opentrekken en de centjes eruit kunnen halen. Maar dat de kaart gewoon mooi blijft en dat ze die kunnen bewaren. Het lijkt heel veel, maar het valt allemaal wel mee. En je hebt natuurlijk zelf de keuze of je alles erop toepast of dat je sommige dingen weglaat. Als je wat meer video's van mij hebt gekeken, dan weet je dat lijm niet mijn grootste vriend is. Dus ik gebruik dan ook altijd bij voorkeur dubbelzijdig tape. En met papier is dat ook wat fijner werken, omdat lijm het nog wel eens wat vochtiger maakt, waardoor je papier gaat bubbelen. Maar als je zelf lijm wil gebruiken, is dat natuurlijk ook geen enkel probleem. Zoals je ziet, zijn hier de twee lagen. Pak je op elkaar en dan is het al meteen een doel. En het is allemaal vrij simpel en goed op elkaar afgestemd. Ik hou ook altijd van om een combinatie te maken van papier en vinyl. Omdat vinyl toch een aantal kleuren heeft wat je niet in papier kan krijgen. En omdat vinyl natuurlijk al zelf plakt, is dat soms ook wat makkelijker dan papier. Dus vandaar de combinatie. Ik ga nu de handelingen wat sneller afspelen. Maar niet te snel, zodat je prima kan volgen wat de juiste volgorde is van alle losse stukjes die bij de kaart horen. Je bent zelf natuurlijk vrij in de kleuren die je gebruikt. Voor het gras lijkt het me logisch dat je groen gebruikt, maar je kan het natuurlijk ook gewoon weglaten, het gras. Al geeft het wel een leuk effect. Ik heb voor blauw gekozen omdat mijn zoon nogal gek is van blauw. En daarom gebruik ik automatisch eigenlijk altijd bij een jongen de kleur blauw. Maar ook de glitters maken het erg leuk. Dus schroom je niet om gewoon glitterpapier te gebruiken, want dat geeft altijd wel een leuk extra effect. Het meeste papier heb ik trouwens gewoon bij de Action en zo vandaan. Dus het is allemaal niet heel duur en luxe papier. Gewoon simpel papier bij de goedkope winkels waar je ze gewoon per pak kan halen met verschillende leuke kleurtjes. Ik heb bij deze tutorial een naam gebruikt. In mijn bestand is gewoon Happy Birthday. Maar dat kan je natuurlijk zelf aanpassen door gewoon een leuke naam toe te voegen. Wat het persoonlijker maakt. En zoals je ziet pak je dit er veel makkelijker op. En hoef je niet met lijm te stoeien. En plak je de letters er zo op. Overigens, de prikpen die je ziet liggen, de blauwe prikpen, die maak ik zelf in verschillende kleuren. Dus als je een leuke prikpen wil hebben die lekker in je hand ligt en ook nog eens goed werkt, kijk dan eens in mijn webshop. Daar kan je verschillende diktes en kleuren vinden. Als je je lijmpistool nog niet hebt aangezet, dan zou ik dat op nu doen. Want we gaan zo meteen het ornament vastplakken en dat kan je niet met lijm of met dubbelzijdig tape doen. Dat doen we met de lijmpistool. Wat dat betreft kan je een hoop vastplakken met een lijmpistool. Dit is de mijne. Ik heb er eindelijk eentje gevonden die niet heel erg dradig is en die ik gewoon aan kan zetten, maar wel met een knopje uit kan zetten. Zodat ik hem gewoon naast me neer kan zetten en later gewoon weer aan kan zetten zonder dat ik iedere keer de stekker eruit moet trekken. Wees ook niet te zuinig met de lijm. Zorg dat de halve bal goed vastgeplakt wordt met het lijm. Het lijm valt toch niet op. En het zou zonde zijn als de bal halverwege van je kaart afvalt en het effect verloren gaat. Dus zorg dat je goed rondom de bal met je lijmpistool het lijm bevestigt. Als laatste plak ik er nog wat stickers op, zodat de bal ook echt een voetbal lijkt. Ik vond dat wel een leuk detail. Ook dit zit bij het snijbestand inbegrepen, dus
Je kan hem helemaal compleet maken zoals ik hier doe. En je ziet het, het gaat vrij simpel en het is gewoon een beetje naar eigen inzicht op de bal plakken. Ik hoop dat jullie allemaal een leuke verjaardagskaart kunnen maken en dat jullie vele kinderen blij mee kunnen maken. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, dan zou ik dat heel erg waarderen als je dat zou doen. Dat helpt mij heel veel en doe even een duimpje omhoog als je wat van deze video hebt geleerd of dat je hem gewoon leuk vond. Dat helpt mij ook heel veel. En mocht je een kaart hebben gemaakt, ik ben erg nieuwsgierig wat je creaties zijn. En heb je vragen, laat dat dan even weten onder het filmpje. Want dan probeer ik die zo snel mogelijk te beantwoorden. En ik hoop dat je ook naar mijn volgende tutorial zou kijken. Heel veel knutselplezier.